De Belgen zijn hot in Brazilië. Dat bewijzen deze fans aan het Hotel van de Belgen in Rio. Simon! Simon! Deze jonge Braziliaan wil kost wat kost een handtekening van Simon Mignolet. Maar de Belgen hebben haast en dus zit een ontmoeting er niet in. Maar de bus moet nog wachten op de laatste spelers. En dus bezorgt Simon Mignolet met de hulp van kinesist Lieve Maaschalk de Braziliaan toch nog zijn gehandtekend truitje. Pedro, Simon Mignolet made you very happy. Yeah, I'm very glad he made it. He signed it right there. It's Simon. I've already got Dirk Kuyt's, Daniel Sturridge and Stevie G's signature. I've been like a mad walking on the hotels around Rio to get this signed. So I'm very glad he made it. Op zijn minst één gelukkige fan, want deze Zuid-Afrikaanse dames worden minder vrolijk van de Rode Duivels. No, not at all. They were too unfriendly. Very disappointing because we want to support Belgium, but they didn't wave or say anything, no smiles. So it's very disappointing. We staan hier aan het Sheraton Leblon Hotel in Rio de Janeiro, aan de bus van de Belgen. Dit is een uitvalsbasis en hier staan heel veel supporters die een glimp willen opvangen van de Rode Duivels. Maar vandaag krijgen ze ook het bezoek van het koningspaar. Philippe en Mathilde zijn vandaag aangekomen in Rio de Janeiro. Maar voor dat bezoek moet alles tot in de puntjes voorbereid zijn. En daar zorgt onder meer deze jonge man voor, Dimitri Huygen uit Hasselt. 29 en nu al hoofd Public Affairs bij de Belgische Voetbalbond. Maar dit is van 12 tot 1. Hè. Samen met mijn collega Didier De Baren en Anne de Groot hebben eigenlijk het hele verhaal gecoördineerd. Gaande van de voorbereiding tot het programma, het opbouwen, wie we moeten zien, wie de belangrijke personen zijn. En ook wat het vorstenpaar en ook de ministers die deelnemen, Pieter de Krem en Didier Reyners, wat zij zullen bezoeken. Los van het koninklijk bezoek maakt de jonge Hasselaar ook tijd voor een Russische delegatie. Wel, die gesprekken gaan voornamelijk over de Wereldbeker 2018, om te zorgen dat Belgische bedrijven een platform hebben om te kunnen toeleveren naar de Wereldbeker 2018 toe. En dat we daar, conform met de technologie die hier gebruikt wordt, van grasmatten, verlichting, schermen, noem maar op, dat die ook gebruikt kan worden in Rusland terug. Dimitri Huygen is ook een van de architecten achter de BID 2020, waarmee Brussel zijn kandidatuur indiende om een van de speelsteden te worden tijdens het EK 2020. En ook in Brazilië wordt daar volop aan gewerkt. Ik zal blijven tot de wedstrijd in São Paulo, waar we nog een aantal bezoeken hebben opstaan in het kader van Euro 2020 met mensen van UEFA. Hoe mooi de werkomgeving ook is, hier in Rio, tijd om te genieten is er niet. Voor onszelf zal er heel weinig tijd zijn omdat we zo zwaar onder tijdsdruk staan en alles eigenlijk perfect georganiseerd moet worden om het in de juiste optiek te krijgen. Dus we staan onder een zeer strak schema. Een strak schema dus, al mag je zijn werk op dit WK als een voorrecht bestempelen.